We staan hier bij Maritieme Logistiek College De Ruiter in Vlissingen. Het komende kwartier gaan we het hebben over transport en logistiek. Oh, jongens. Hallo. Hoi. We hebben het komende kwartier over transport en logistiek. En hoe weet een student dat hij het komende kwartier hier goed zit? Kijk naar deze heftruck. Het is natuurlijk een kleintje, maar als je als jong meisje, jongen al jarenlang gedroomd hebt. Dit wil ik ook. En je hebt het nog steeds op je 16e, 17e. Als je een doener bent, als je niet stil kunt zitten. Als je graag zelfstandig wil werken, maar je wilt het toch wel in een team doen. En als je op zoek bent naar afwisselend werk. Nou, dan zou het best kunnen zijn dat je hier op je plekje bent. En wat voor student, want je hebt het over van dit moet echt een droom zijn. Maar wat voor type student zit hier eigenlijk op school? Wat ik zeg, de doener, de mensen die niet stil kunnen zetten. Ja, dat klinkt dat een beetje dubbel. Dat je altijd bezig wilt zijn eigenlijk. Ja, dat klopt. De jongens die er ook zitten, of meisjes die er zitten, zijn chauffeurs. De jongens of meisjes die chauffeur willen worden, maar die dan nog net te jong zijn voor die opleiding, gaan een eerste jaar logistiek medewerker doen. En dan kunnen ze doorstromen naar de chauffeursopleiding. Maar dat is een dingetje, komt in ronde 3 wel terug ergens. En welke opleidingen heb je hier dan, bij deze branche? Op dit moment hier, wat we nu laten zien, is de logistiek medewerker, niveau 2 BBL. En niveau 3 de logistiek teamleider, ook een BBL-opleiding. En wat voor beroep heb je dan eigenlijk? Ja, de naam zegt het al. Het is heel eenvoudig. Logistiek medewerker of logistiek teamleider. En als logistiek medewerker dan ben je de hele dag bezig met goederen ontvangen. Misschien dat je het achter me ook een beetje kunt zien. Goederen controleren, goederen opslaan. Maar ook weer verzend klaarmaken en zorgen dat ze in de vrachtauto of wat dan ook weer weggaan. Dus eigenlijk alle pakketjes wat iedereen bestelt. En dat zorgt ze eigenlijk voor dat alles in goede handen naar de bezorger komt. Alles wat online, dat is wel mooi dat je dat zegt, alles wat online gebeurt, wat je bestelt voor de feestdagen, voor Black Friday, daar zitten allemaal mensen heel erg hard te werken op de achtergrond. En dat zijn heel veel logistiek medewerkers die daarmee hun geld verdienen. En zorgen dat wij ons pakketje krijgen. Klopt. Dus die zijn heel belangrijk voor ons. En in iedere opleiding heb je wel leuke kanten en soms toch ook wel wat moeilijkere kanten. Ja. Wat zijn die? De leuke kanten. Veel contact met, het ligt er een beetje aan waar je zit, maar je kunt veel contact hebben met andere mensen. Zit je tegen de transportkant aan, heb je veel contacten met chauffeurs. Dat is ook een van de mindere leuke kanten, want als een chauffeur te laat is of er gebeurt iets onderweg. Je moet wachten tot ver na sluitingtijd, maar de spullen moeten wel naar binnen. Dan ben jij degene die gevraagd wordt, joh, wil je blijven totdat die chauffeur er is. Veel zelfstandig werken. En je moet geen 9-tot-5 mentaliteit hebben. Dus echt flexibel zijn eigenlijk op je werkdag, in een hele beroep eigenlijk. Ja, en altijd het onverwachte verwachten. Oké, en wat voor toekomstperspectief is er eigenlijk? Zijn er veel banen? Ja, in het Zeeuwse, als je ziet, er is niet zoveel maakindustrie meer als je kijkt in Vlissingen en in de regio. Maar er komen wel steeds meer logistieke bedrijven. Wij geven zelf altijd het voorbeeld van Omoda schoenen in Zierikzee, Your Surprise. Maar ook gewoon normale bedrijven die niet op de voorgrond zijn, maar wat verder in de keten zitten, zeg maar. Ja. Kloosterboer blijft nog altijd groeien als voorbeeld. Dus je hebt eigenlijk genoeg mogelijkheden om een baan te vinden? Ja, volgens ons wel. En het is misschien een cliché vraag, maar ik denk toch belangrijk voor de studenten die meekijken. Wat verdien je nou eigenlijk als je dit beroep gaat doen? Ja, ik zeg ik even tegen jullie. Dat is best belangrijk, maar het belangrijker is dat je het echt heel erg graag wilt, dat je het leuk vindt. Maar als je het heel belangrijk vindt, maar niet reclameren achteraf, tussen de 1700 en 2400 euro bruto. Maar dat is niet je startsalaris, dan kom je wel voor minder kijken. Maar je moet ook heel veel leren, dus... Dus je begint gewoon ergens, maar je kan heel veel groeien eigenlijk naar boven en dan heb je een mooi salaris. Ja, en de logistiek staat erom bekend ook dat als jij het waar kan maken en je bent diegene die we net benoemd hebben, kun je ook echt wel doorgroeien. Dat is zo, ja. Ja, klopt. Dus talentjes springen er goed uit. Ja, in de logistiek kunnen we dat wel... Ja, dit zijn talentjes, ja. Nou, dan gaan we eens kijken of we hier de talentenpetto hebben, want we gaan even met de student praten. Hi. Hi, welke opleiding doe jij? Ik doe logistiek medewerker. BBL. En wat houdt BBL in? Dat je 4 dagen in de week werkt en 1 dag in de week naar school gaat. Dus jij houdt eigenlijk echt meer van het werken dan in de schoolbanken zitten. Ja. Snap ik. En wat is eigenlijk jouw favoriete les binnen deze opleiding? Logistiek zelf. Ja, logistiek zelf en rekenen vind ik wel
zelf leuk. Ja. En wat doe je bij logistiek? Heb je dan wat praktijklessen of leer je dan meer iets over de theorie van logistiek? Eigenlijk gewoon uit de boeken zo gezegd. Dat je meer leert over wat er allemaal gebeurt rondom transport. Dus heb je eigenlijk allemaal nodig om op jouw stageplek of werkplek dat te gebruiken? Ja. En wat vind je minder leuk aan de opleiding? Ja, dat het soms minder school is, eerlijk gezegd. Ja, het is gewoon 1 keer in de 2 weken nu. Ja. Anders elke week 1 keer. Dus je zou het op zich zou je nog wel iets extra naar school. Ja. Dus het zou geen probleem zijn voor jou. Ja. En het leuke van de opleiding, want het vak heb je al genoemd, maar wat is nou echt leuk aan deze opleiding? Ja, de gezelligheid in de klas vaak wel, ja. Dus de sfeer is heel erg goed hier op school? Ja, ik vind het zelf wel, ja. En in de klas zeg je, en is het ook leuk tussen de docenten en de student? Is dat een goede sfeer? Ja, zeker wel. Oké, en wat vind jij moeilijk aan de opleiding? Ik vind zelf niet echt iets heel moeilijks of zo. Ja, het is meer gewoon veel opletten, dat wel. Veel oefenen waarschijnlijk? Ja, dat ook. Dan gaan we eens kijken bij de docent. Want wat moet je hier eigenlijk allemaal oefenen? Ja, veel natuurlijk. We proberen de studenten zo breed mogelijk te oriënteren en op te leiden. Dus we geven zowel logistiek, Nederlands, rekenen, maar bijvoorbeeld ook ondernemend gedrag. En ondernemend gedrag is erg essentieel. Niet alleen op de werkvloer, maar ook thuis, in je eigen familie, in je relaties. En wat dacht je van gewoon in de klas? Hoe functioneer je nou het beste? En wat is het om even in de spiegel te kijken en op jezelf te reflecteren? Wat doe ik goed? Wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen? Dus eigenlijk het hele sociale aspect leer je daar heel goed bij. En klopt. Geef jij dat vak zelf? Ja, ik geef ondernemend gedrag zelf. Ik geef ook logistiek. En logistiek is natuurlijk niet alleen de pakketjes waar we het er straks al over hadden. Maar logistiek kent veel breder pakket aan facetten. Als je 's ochtends opstaat en moet bedenken van wat heb ik vandaag allemaal nodig. Heb ik een lunchpakket nodig enzovoorts. Voor jezelf plannen is ook iets wat natuurlijk gewoon logistieke activiteit is. Dus eigenlijk wat je heel veel in het dagelijks leven ziet, krijg je eigenlijk heel veel terug. Is logistiek vertegenwoordigd in het hele dagelijkse leven. Zowel privé als in je professionele loopbaan. Dankjewel, dan gaan we eens kijken wat je eigenlijk nodig hebt om op deze opleiding te komen. Want welke vooropleiding heb je nodig om hier te mogen komen? Sorry, ik wil het zo graag vertellen. Niveau 2, dat kun je doen met een VMBO basisdiploma of een entreeopleiding niveau 1 bij het MBO. En niveau 3, de logistiek teamleider met een MBO niveau 2 opleiding of een VMBO kaderdiploma. Dus dat zijn eigenlijk de vooropleidingen wat je nodig hebt? Ja. En zijn er ook doorstroommogelijkheden naar het HBO? HBO is voor ons wat onbekend, want je hebt het over niveau 2 en niveau 3. Ik moet nog even terugkomen op net de logistiek teamleider. Kun je ook met een niveau 2 opleiding logistiek medewerker doorstromen. En er zijn ook mogelijkheden om dat kort te doen, maar dat kun je dan meer vragen in de chat, zeg maar, dan dat ik dat uit ga leggen. Wat was je vraag? HBO? Ja. Ja, dat weten we niet, want we hebben vorig jaar onze eerste club afgeleverd en die doen nu niveau 4, sommige daarvan. En ja, daar zou je in principe mee door kunnen gaan naar het HBO. Ja, dus als zij die doorstroom maken naar niveau 4, kunnen ze uiteindelijk naar het HBO? Zou kunnen, ja. Oké. Okay. Dus dat kan. Nou, dan weten we genoeg over de vervolgopleidingen. Ik wil nog even kijken bij een student. Vertel, jij zit hier ook op school. Ja, zeker. Ik doe de opleiding logistiek teamleider niveau 3. Het is een hele brede opleiding, maar voornamelijk gericht op teamleider natuurlijk. Ja. Dus dat je mensen leiding gaat geven in een bedrijf. En je hebt het over bedrijf. Heb je al te maken met bedrijf? Want loop je bijvoorbeeld als stage? Ja, zeker. Ik werk zelf bij Arentes in Terneuzen. Het is een heel groot bedrijf wat een en al logistiek is. Wij vervoeren spullen naar mensen, verhuren van alles. Dus daar maak je het natuurlijk allemaal mee. Het zit helemaal eigenlijk in het goede straatje, ja, het bedrijf. En heb jij goede begeleiding vanuit school en vanuit je stage? Ja, zeker. Vanuit school en stage is er heel nauw contact met de leraren voornamelijk. Die hebben heel veel contact met mijn stagebegeleider, et cetera. Die zorgen dat alles voor mij geregeld is, dat ik gewoon aan het werk kan, de juiste papieren heb, alles kan doen. En dat ik op school natuurlijk ook mijn best goed doe. Dus je hebt er een heel fijn gevoel over en het loopt allemaal op rolletjes hoe dat eigenlijk tussen stage en school gaat. Ja, je kan altijd bij mensen terecht kiezen. Dat is wel heel fijn, denk ik. Ja, zeker. En wat wil je na deze opleiding doen? Na deze opleiding wil ik natuurlijk gaan werken als logistiek teamleider. Tenminste, dat is wel het doel. Maar daar begin je niet gelijk. Je begint gelijk eigenlijk op het lagere niveau van medewerker. En daaruit kan je jezelf sneller opwerken met deze opleiding.
Dus het is wel, je hebt de kennis van teamleider eigenlijk, ja, hoor. Dat leer je allemaal hier. Zeker. Maar je begint in het bedrijf toch even om kennis te maken. Ja, precies. Je kan niet gelijk ergens beginnen aan de top, zeg maar. Je begint altijd onderaan en je moet jezelf opwerken. Maar wel heel fijn dat je dan die kennis al hebt en dat je zo snel kan doorstromen. Precies. Wij gaan even kijken naar een filmpje van Kloosterboer. Tot straks. We zijn weer terug en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe je hier leert. Dus dat gaan we nog even vragen aan Willem. Willem, hoe leren ze hier eigenlijk? Heb je veel theorie of praktijk? Hoe ziet het er een beetje uit? Het is een mix waarbij voor de BBL-opleidingen waar we het over hebben, het zwaartepunt wellicht op gewoon kennisoverdracht klassikaal. Dus meer theorie gedeeld. Meer theorie, ja. Weet je, die jongens en die meiden die werken 4 dagen buiten bij de bedrijven. Ja, wij kunnen wel zeggen dat wij het beter weten, maar daar leren ze wel hoe ze dat moeten doen. Wij geven ze wel kennis mee om dat werk toe te kunnen passen. Ja, dus eigenlijk wat de theorie die ze nodig hebben bij hun stage of op hun werkplek, die krijgen ze hier mee op die dag dat ze hier zijn. En dan kunnen ze dat toepassen op hun werkplek. Ja, dat het zo hebben we het wel bedacht met z'n allen. En wanneer en hoe lang loop je eigenlijk stage? De logistiek medewerker 1 jaar lang 4 dagen in de week en de logistiek teamleider 2-jarige opleiding doen dat 2 jaar 4 dagen in de week. Dus dat is eigenlijk bijna de hele opleiding dan? Ja, we noemen het eigenlijk ook geen stage, maar in de BBL noemen we het dan een werkplek. Ja, ze zijn echt al aan het werk. Ja, ze doen echt serieus mee. En is het moeilijk om een stage te vinden? Dat is een beetje moeilijk gezegd, maar als je... Vaak niet, soms wel. Maar er zijn wel genoeg mogelijkheden om een werk te vinden. Er zijn voldoende mogelijkheden, maar kijk even naar iedereen thuis. Start daar dan ook op tijd mee. Als je zeg maar in september wil beginnen en je gaat in 1 september kijken naar een werkplek, dan zijn de leukste plekken al vergeven. En bedrijven denken vaak bij zichzelf, oh ja, je gaat in september beginnen en je komt nu voor een werkplek. Oh vriend, dat had je misschien ook in maart kunnen doen. Ja. Dus doe dat ook eerder. Dus gewoon op tijd naar de werkplekken zoeken en dan komt het helemaal goed. Ja, over het algemeen wel. Ja. Nou, dan gaan we even naar de kloosterboerenbedrijf, want jij bent daar werkzaam. Dat klopt. En veel mensen of studenten kunnen daar een werkplek vinden. Ja, dat klopt. Wij betrekken heel veel mensen via Skalda, die bij Skalda de opleiding doen. Nou, bijvoorbeeld de logistiek medewerker, die leren we omgaan met materialen, leren we heftrukken rijden, leren we producten controleren. Leren we ook met klanten omgaan, enfin, heel de logistieke keten. En dan doen we ook de niveau 3 mensen er nog bij. Die leren we dan ook nog bijvoorbeeld plannen, inzetmateriaal, berekenen van ik heb een project van 10 containers te lossen. Wat heb ik nodig aan mensen, wat heb ik nodig aan materiaal, wat zijn de kosten daarvan. Dus daar maken we ze ook gelijk bewust van dat ze alles eigenlijk omzetten in geld en om dat dan ook weer rendabel te maken, zeg maar. Ja, dus eigenlijk alle studenten die hier op de opleiding zitten, die kunnen bij jullie terecht voor een werkplek. Wij zijn heel divers, dus we hebben allerlei opleidingen die Skalda geeft, die kunnen wij invullen met stageplaatsen. Nou, super dat ze dan bij jullie allemaal terecht kunnen. Ja. En Willem, kan jij dit eigenlijk even samenvatten? Onmogelijk, want ik ben leraar. Leraren kunnen moeilijk samenvatten. Maar ben jij die doener? Kun je niet stilzitten? Wil je puzzeltjes oplossen? Wil je graag bezig zijn? Ben je een bezig bijtje? Ja, kom binnen. Heb je nog vragen? Vraag het in de chat. Stuur een mail. We kunnen altijd antwoord geven op specifieke vragen.